Zo, we gaan vanaf Leiden naar Amsterdam-Westpoort. Vanaf Leiden? Ja. Vanaf Leiden. Net heb ik iets wat gelost hier met het handje. Het zweet zit op mijn rug. Met het handje, ja. Maar later we weigeren de dienst. Het waren gelukkig maar 3 pelletjes. Maar het moest echt met het handje. Maar ja, er zijn ergere dingen in het leven, dus vooruit dan maar. Hij is wel leeg. Nu gaan we zo meteen richting de A44. Zo naar Amsterdam te rijden. Niet zo lang ritje, 35 minuten. We komen even over 3 uur aan als het goed is. Nou, dat is mooi voor de vrijdag. Had ook een uur eerder gekund, maar goed. Dat mocht weer eens niet. Niks aan te doen. Bijstellen zo. Kapotei. Kapot. Rijnsburg, veilingterrein, waar er heel wat grote bedrijven zitten, transportbedrijven, bloemenbedrijven, planten. Royal Flora Holland staat hier. Koninklijk ook. Je binnen 5 dagen weer weg.
koop je een bosje onkruid voor een tientje of drie. En vijf dagen later is het weg. Ja, prachtig. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Zeker. Maar ik heb er dan toch niet zo heel veel mee eigenlijk. Dat er zo ongelooflijk verhandeld is. Nee, fantastisch natuurlijk, want iedereen is lekker aan het werk. Maar ik blijf ongelooflijk. Smal stuk snelweg, die A44. Eigenlijk over bijna de hele linie wel. Tussen Wassenaar en de A4. Wassenaar begint het, hè. Voor Wassenaar heb ik al vanaf Den Haag richting Wassenaar. Dat is de N4. Redelijk smal. De snelweg is niet echt veel breder. Voor niets dat hier een inhaalverbod geldt voor vrachtauto's. We hebben een paar smalle bruggetjes bij. Zeker niet handig is om met twee vrachtwagens naast elkaar te gaan rijden. Rechts restaurant de Gouden Bogen. Daar ben ik ook al heel lang niet meer geweest. Ja, hoe zou dat dan toch komen? Nou, de voedingswaarde is niet zo hoog. Niet dat ik niet van vet hou, van vet eten, heerlijk. Maar als avondeten is het sowieso maar niks. Dan heb je binnen een half uur weer trek. En ja, als tussendoor. Ja, vroeger met een busje deed ik het maar wel eens. Ja, die vrachtwagen past niet op de drijf heen. Nou, het zou wel passen, maar dat geeft ze aan troep. Dus dan even terug, maar ik heb de bammetjes van thuis op. En die zijn immers ook goed en lekker. Denken we een stuk hamburger en die sla en die heerlijke saus er maar even bij. Ja, je zit natuurlijk echt in de bolle streek en het is niet voor niets dat hier een aardig veiling gebeuren bij zit. Lissen, Hillegom en al dat soort zaken. Het is echt het bolle gebied van Nederland. Met als klap op de vuurpijl natuurlijk de Keukenhof. En ik moet je zeggen, daar ben ik echt nog nooit geweest. Het is echt waar de Aziaten voor komen, onder andere. Die willen Amsterdam zien en de Keukenhof. En ik heb de Keukenhof echt alleen maar van plaatjes gezien. En voor de rest nooit. Dan denk ik ook wel dat het meer iets is voor oudere mensen. Kijk, hier heb ik een smal bruggetje gesproken op de snelweg. Nou, dat is best wel smal voor een snelweg. Als ik later wat ouder ben, laten we zeggen
ga ik de Keukenhof ook wel een keertje bezoeken. Als ik ooit gepensioneerd mag zijn en mag stoppen met werken. Nou, die kans is natuurlijk vrij klein, want we kunnen gewoon lekker doorgaan tot je dood bent. Maar goed, wie weet. Schiet er dan nog een keertje tijd over om een keertje zoiets als de Keukenhof te gaan bezoeken. Dan hoop ik wel dat ze er een goede vreetent bij hebben. Dat er wat te zuipen is, anders ga ik er al op voorhand niet naartoe. De afslag Abbenes, niet te verwarren met Achenebbes, dat is namelijk heel wat anders. In de categorie smalle bruggetjes volgt hier weer eentje waar het niet handig is om met twee grote voertuigen naast elkaar te gaan rijden. Problemen te voorkomen, zeg maar. Het is 13 graden inmiddels, het wordt niet echt veel warmer vandaag. Morgen is het zaterdag, dan geven ze een graad of 15, 16 op. Dat voor 23 februari, mensen. Nou, ik kan niet lekker even in de tuin gaan zitten, ik heb andere bezigheden. Even een beetje muziek maken morgen op een partyschip in Rotterdam. Ja, ja, ook dat doe ik. Te huren voor feesten en partijen met mijn eigen drive-in show. Dat doe ik echt wel heel erg lang. Dus gaan we er morgen weer een kanaalfeest van maken. Heb wel zin in. En maak je geen zorgen, daar drink ik heus wel een lekker pilsje bij. Niet te veel. Even met het afstapelen, dus voor wat voedsel verdient, dacht ik zo. Hier de A4 bij Nieuw-Vennep.
haken dan even voorbij met een snelheidje van 88 of 90. Ja, dan gaat hij gas bij zitten geven. Gewoon een sukkel, joh. Dan geef ik ook even gas bij. Je moet wel uitkijken, want er is hier trajectcontrole. En geen zin om daar een print voor te krijgen voor zo'n ei. Die eerst het gas loslaat en gaat het gas bijgeven als je er voorbij wil. Zo, dan heb je zelf even aankijken. Het zijn een klem. Hij kan een pol. Niks aan de van Poolse mensen, want die komen er ook om geld te verdienen. Alleen het rijgedrag daarvan, dat laat wel eens te wensen over. Dat maak ik met auto's met witte kentekenplaten heel vaak mee. Dan wil je er voorbij, omdat ze te langzaam rijden en dan zit je ernaast en dan geven ze gas bij. En dan geven ze zoveel gas bij dat je er eigenlijk nauwelijks nog voorbij kan komen. En als je dan voorbij bent, dan laten ze de gas los. Nou, dat is echt heel, heel apart. Dat heb ik al echt wel heel vaak meegemaakt. Dat zullen we ook nog wel een keertje beeld gaan krijgen. Ooit wel eens. Alleen de laatste tijd rijd ik redelijk rustig en zachtjes, 80 en zo, 83. Dus ik maak er niet zo heel vaak meer mee, maar man. Als ik wat harder rijd, ja, achter elkaar. Ik denk dat ik deze niet eens ga posten, maar ik weet niet of het A44 er al op ontstaat eigenlijk. Kijk, dit stuk is verder niet meer interessant. Dat heb ik al 100 keer gereden. Dat staat ook al een aantal keer op YouTube, op mijn kanaaltje. Dat geapp achter het stuur door iedereen.
verkeer op het verkeer versnapt gewoon voor die mensen. En ik snap het wel, je kijkt even gauw en even gauw een antwoordje geven. Even gauw. Ja. Ik weet niet. Ik doe het niet. Ik heb er ook geen zin in. Ik heb er ook heus wel eens schuldig aan gemaakt. Maar je merkt gewoon dat je aandacht verslapt. En nu film ik met mijn telefoon. Dat heeft een voordeel, ik kan er niet bij. Ja, om wel even een scherpe camera goed te zetten. Maar ik kan verder niet appen, niet lezen, niks. Mooi man. Belangrijk is, bel je me maar. Met een car kit, dan kan het maar goed. Een KLM-vogel naar beneden rechts. Knooppunt Raasdorp alweer. Tenminste, er komt een opritje wat er nog bij hoort. Vanaf de A9 de A5 op. Op deze kant.
Dan zijn we alweer bij Amstel IJmuiden. Ga ik even een trailertje ophalen. Opkoppelen even. Een lege voor een volle. Die volle ga ik wel laten lossen. En dan is het weekend. Heerlijk. Morgen lekker plaatjes draaien, morgenmiddag en avond. Een klein biertje erbij. Daarna lekker zwarmatje happen om het af te leren. Dus je zaterdag wel weer om. Zondag doet geen ene donder, helemaal niks. Lekker chillen. In het zonnetje zitten. Misschien even naar Scheveningen, een stukje lopen. Visje eten. Lekker hoor. De Westpoort kennen we wel, hè? Al een aantal keer gereden natuurlijk. Dus ik ga bij deze alvast afscheid van jullie nemen. Van jou nemen. Dankjewel voor het kijken. En dankjewel voor het meerijden. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Maak er een mooie dag van. Toedeladokie!